Behalen van twee Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen. Tina Bloe! Tina Bloe! Halve punt voor Robert van der Wallen. Prachtig! En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Binnen 9 seconden beslist Tim Polling de finale in haar voordeel. U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noah van het End was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it? Zijn we een extra podcast over het Europees kampioenschap judo. Na de tweede dag pakken we de draad even op, want er is van alles gebeurd, hè Pim? Ja, er is er genoeg gebeurd de afgelopen dagen. Ja, dus daar moeten we het dan maar even over hebben. We hebben Hans van Esse ook even lastig gevallen. Die heeft nog wat vragen voor ons beantwoord. Die gaan we straks voorbij laten komen. Hij heeft ook een mooie nieuwe site, judoinside.com. Dus de hele interface is veranderd. Dat ziet er echt beter uit. En wat vooral prettig is, is... Dat al die advertenties weg zijn. Precies. Al die rommel, centjes voor hem waarschijnlijk, die zijn niet meer zichtbaar. Dus dat is echt beter geworden. We praten vandaag over de eerste twee dagen, waarbij, als we even snel de boel op een rij zetten, 2 medailles voor Nederland uiteindelijk er zijn. En 1 medaille voor de Belgische ploeg. Voor de Belgische ploeg, ja. Ja. En dat is helemaal niet zo gek. Wij zitten er met onze voorspellingen wel een beetje naast. Maar daar komen we straks nog wel even op terug. Wij waren wat voorbarig links en rechts, maar toch. Ja, maar goed, je had wel de kampioen in de 70. Je had wel een kampioen voorspeld in de 70. Ja, maar ik had ook... wel de verkeerde kampioen, maar... Ja, en ik had ook Matthias Kras als tweede. Dus die was helemaal goed. Dus als we nou beginnen met afzeiken, dan... dan sta jij voor. Ja, precies. Ophouden nu. Maar los daarvan. Het Europees kampioenschap. Beginnen we op dag 1. Als we kijken naar de Nederlandse ploeg, hadden wij 2 deelnemsters, 2 dames, die allebei heel snel klaar waren. Naomi die van Krevel in de 52 en liet zich een beetje verrassen volgens mij. Een beetje lulliger was haar. Het was zo'n halve wel net niet. Maar het was niet eens een echte worp. Het was een beetje. Zij was zelf in maakte een halve actie en zij en dat meisje ook een halve actie en ze landde een beetje op de zij. Maar het was zelfs nog de vraag. Ik denk dat ze net geen elleboog uitstak waardoor het toch een score was. En je zag aan heel haar houding dat ze gefrustreerd was over de fout die ze maakte. Dus dat, zuur, maar er zat niet meer in, blijkbaar. Of er zat misschien wel meer in, maar er kwam niet meer uit. Ik denk dat dat nog beter is. Sanne Verhagen, tegenvallend. Ja, verlies de eerste ronde van die Russische. Ja. Maar ze eigenlijk nooit echt in de wedstrijd komt. Nee. En ook opvallend dan is dat die Russische later tegen Mina Libeer staat. Ja, in de herkansing. En Mina Libeer wint daar eigenlijk makkelijk van met Nippon. Of makkelijk, maar die wint met Nippon van haar. Dus Sanne is gewoon nog niet goed genoeg. Momenteel. En we hopen dat dat goed komt. We hebben het verhaal verteld over... Mixteams. Het mixteam, ja. Nou, ze staat, ik heb nog even gekeken op de wereldranglijst, staat nog steeds veilig. Met een continentale quotaplek, ja. Ja, met een quotaplek. Dus zij gaat sowieso nog naar de Spelen. En het gat is best groot naar de eerste die daar dan weer onder staat. Ja, dat is die Fieldsmotor. Die staat volgens mij ook nog op een Europese continentale quotaplek in dat gewicht. Die staat wel redelijk erachter nog. Die staat echt een paar honderd punten erachter. Dus dat is echt nog wel veel. Dus eigenlijk is er voor Sanne, los van de frustratie dat ze een eerste ronde verliest, is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. En is het vooral voor haar vervelend dat ze niet de weg naar boven kan inslaan. Is ook wat ze eigenlijk zei in het interview bij de NOS. Ja. Dat er nog geen paniek was. Dat ze zelf wel weer goede dingen gezien had. Maar dat ze inderdaad richting de Spelen eigenlijk nog geen echte paniek was. Nee, en je hebt ook best kans. Want dat is natuurlijk ook zo. Dat sommige judoka's, dat heeft natuurlijk... dan praat ik heel snel naar dag 2. Gilles Fransen in de 63 gaat er ook in de eerste ronde af. Dat is ook... eigenlijk is het verrassend, want Gilles kan veel meer. Er zit daar een andere geschiedenis achter. Maar die pieken niet voor dit toernooi. Nee, en Sanne Vermeer piekt wel voor dit toernooi. Ja. En die pakt een medaille uiteindelijk. Medaille, ja, precies. Dus daar zit het.
Met Sanne Verhagen waarschijnlijk ook. Weet je wel, ze kan in principe naar de Spelen. Ze is nog niet echt geplaatst. Maar de gevaren zijn niet zo heel groot. Ze is nog steeds veilig. En misschien dat beter gaat. Daarentegen Mina Libeer, die de Spelen niet gaat halen, omdat ze echt te laag staat waarschijnlijk. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ze zal een sloot punt halen nu met die vijfde plaats. Ja, maar ik weet niet of het genoeg is om het gat te gaan dichten met andere meiden. Maar die stond wel heel sterk te judo. Dat was echt. Want de andere meiden, Belgische meiden, lagen er vrij snel uit. Want die 48 meiden die hadden een eerste en een tweede ronde. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik goed. Een eerste en een tweede ronde. Ja, en een 52 ook. Een tweede ronde. Won een eerste potje en daarna verloor ze van die Hongaarse. Ja, pup. Maar dat is wel een aardig judoka. Die komt altijd wel aardig bovendrijven. Werd uiteindelijk ook nog derde. Ja, precies. Dus eigenlijk op die eerste dag was het succesje ervoor Mina Libeer met een vijfde plek. Ja. Dus wel het finale blok gehaald. Net nog niet goed genoeg daar. Want eigenlijk deed ze het prima. Maar had ze vrij snel een Oosterdugari tegen, waar ze een Vasari voor tegen kreeg. En dan hadden we in de min 66, de min 66, Van Gansbeke nog op die dag judo. En die op het randje staat van wel niet direct plaatsen voor de Spelen. Ja, en die had het pittig volgens mij, want die stond in de eerste ronde, deed hij het goed, stond hij tegen die Rus. Ja, die Pouliaev, die geloof ik ook al WK-medailles gehaald heeft, die haalde die eraf. Ja. En daarna liep hij door en verloor hij de kwartfinale van Lombardo, die Italiaan. Ik geloof dat ook de nummer 2 van de wereld is of zo. Ja. Ja. En uiteindelijk verliest hij dan een herkansing nog een keertje van een Spanjaard die derde wordt. Lombardo werd kampioen, toch? Ja. Ja, dus hij verliest van de later kampioen. En in de herkansing verliest hij van die jongen die uiteindelijk doorloopt naar de derde plek. En hij wordt zelfs zevende daardoor. Geen slecht toernooi, maar net niet goed genoeg, zeg maar. En dus voor Nederland en voor België op die eerste dag geen echt bijzondere dingen. Positief, opvallend, Mina Libeer. Moeten we toch echt nog wel wat dat betreft benoemen. Die heeft ook wel eens trouwens hier bij ons in Goes is een keertje binnenkomen waaien om mee te trainen bij Randori training. Ja, precies. Ja, daar moet ik dan altijd toch wel aan denken als ik die weer zie. Dat je raakt ze nooit echt kwijt, zeg maar. Je ziet ze wel judo. Maar het is handig om toch anders op netvlies staan. Ja, dat is anders. Ja, precies. Dat is heel grappig. Er waren natuurlijk nog wel een paar kleine opvallende dingen. Het eerste opvallende was de Bilodiet. Ja, in de 48. Ja, dat was natuurlijk de soort van gedroomde finale uiteindelijk. Was dat die Krasniqi die nu alles wint momenteel. Ja. En bovenaan zit de wereldranglijst. En Bilodiet die nu tweevoudig wereldkampioen is uit mijn hoofd. Ik denk het wel, ja. Maar die stond uiteindelijk in de finale tegen elkaar. Maar dat gingen we uiteindelijk niet worden. Nee, sterker nog. Ze judo'de helemaal niet Bilodiet. En ik heb even aan Hans van Essen gevraagd nog hoe geblesseerd ze nu eigenlijk is. Ja, dat was toch wel een vreemd om te zien dat Bilodiet dan niet aantreedt in de finale. Ze schijnt zich te hebben geblesseerd in de halve finale tegen die Russische Dolgova bij een tilbeweging. Normaal gesproken moet je toch uitkomen tegen Distria Krasniqi uit Kosovo, die je eigenlijk alle hoeken wilt laten zien. Maar ja, die Distria is natuurlijk wel echt een hele gevaarlijke klant voor een Olympische medaille. En ik heb dus toch het vermoeden dat die blessure allemaal niet zo heel belangrijk is. Ze kijken lang naar voren en ze willen eigenlijk zich niet tactisch laten zien. Ik heb het vermoeden dat ook juist Bilodiet haar wel als de gevaarlijkste tegenstander ziet naast de Japanse. Dus ik denk dat ze gewoon deze partij hebben laten lopen. En een medaille meer of minder, dat maakt niet uit. Ze heeft die medaille toch wel, maar een gouden plak. Ja, het had haar derde titel kunnen worden. Nu gaat hij naar Krasniqi. Dus ik denk dat Bilodiet hem bewust heeft laten lopen. Hoe noemde jij dat, Pim? Zo'n als je niet komt op dagen terwijl je wel kan judoën. Een ene bosje bedoelde je net? Dat zei jij. En ik was het al lang vergeten, maar vertel eens. Ja, volgens mij heeft Edith Bos dat richting de Spelen in Londen. Ja. De Spelen van 2012 heeft ze volgens mij in Parijs, ik denk het in 2011. Lucie de Kos was toen haar grote concurrent. Ja. En daar heeft ze toen volgens mij ook afgemeld toen ze ooit in de kwartfinale stond, geloof ik, zo in Parijs, omdat ze niet tegen
de kost uit wilde komen om er niet wijzer te maken dan dat ze was, had ze zich ziek gemeld. Ja. En was ze toen niet. Ja, dat heeft ze ook toegegeven dat ze dat gedaan heeft, toch? Ja, dat was toen. Er is in de aanloop naar de Spelen is ze door de NOS, heeft de NOS er gevolgd. Ja. En daar zat het in toen. Ja, ja, oké. Okay. Gaan we eens zoeken of ik dat nog kan vinden. Ja, precies. En als je dat kan vinden, dan gaan we dat delen. Dus dan komen we daar nog op terug via sociale media. Gaan we dat stukje dan nog wel delen. Ik kon me echt niet meer herinneren, maar nou, goed, daar, voor dit soort dingen hebben we jou, zeg maar. Er was nog iets anders opvallend. Er deden wat oudere judokas mee. Ik heb de partij Fieldsmoser, wordt dit jaar 41 in de klasse tot 57 kilo. Ja. En Montero, 35 jaar gezien, die werd voor de 6e keer Europees kampioen. En ja, dan ben je een grote. Dan ben je echt een grote. En ik ken er wel, maar niet goed genoeg. Dus Hans van Essen heb ik even gevraagd van, is die Montero nou echt heel erg groot in Portugal? Ja, wat een droomstart natuurlijk, hè, voor het Portugese publiek, wat er natuurlijk niet was, maar wel voor Portugal, voor de organisatie, dat Telma Montero die Europese titel pakt. De 6e Europese titel. Ik weet nog wel, ik was zelf bij het EK in 2008 in Lissabon. Daar deed ze niet mee, daar kon ze niet meedoen. Ja, nu heeft ze inmiddels dus 15 medailles gepakt op een EK. En ze dacht, ja, dit laatste WK in Portugal, in Lissabon, ja, dat laat ik me niet afnemen. En ja, het ging gewoon fantastisch, dat hele toernooi. En ja, als je dan vraagt hoe groot is zij, ja, wereld. Ze is natuurlijk pas ook alweer, heeft ze een award gekregen voor, zeg maar, haar oeuvre voor de sport. Ze is allen bekend. Ze droeg natuurlijk ook eens een keer de vlag bij de Olympische Spelen. Ja, en als ze dan met de Olympische Spelen ook nog eens een keer een medaille pakt, na al die plekken op het WK, al die finales, ja, daar is ze wel in gekenmerkt, die zilveren medailles. Maar bij het EK doet ze dat behoorlijk efficiënt met 6 Europese titels. Ja, dan ben je een grootheid. Ik heb een aantal Portugese mensen gesproken. Eentje daarvan die zei het wel heel grappig van, ja, she's from another galaxy. En ja, dat is voor Portugese begrippen, is dat ook wel zo. Ze is gewoon een fenomeen en die 6e titel, ja, 6 vingers omhoog. Dat is een mooi gezicht om te zien voor iedereen, voor de organisatie en zeker voor Montero, die dan toch wel weer een van de kandidaatjes is om wellicht in Tokio nog een laatste kunstje uit te halen. Ja, dat zou mooi zijn, want die heeft wel natuurlijk een aardige palmares, maar op de Spelen heeft ze pas 1 medaille. Oh ja? Ja, brons de laatste keer in Rio. Dat is niet veel. Nee, zeker niet als je al zo lang meedoet. Nee, ja, en als je op al die andere, als je zo'n gigantische batterij aan medailles al hebt gehaald op andere grote toernooien, dat is echt bizar. Oké, okay, nou, dag 2. Zullen we het breken in België en Nederland? Ja, is goed. Of is het dan mannen, vrouwen? Ja, dat is hetzelfde. Want voor Nederland geen mannen. En voor België geen vrouwen. Precies, oké. Okay. België en Nederland. In medailles 2-1 voor Nederland. Maar daar gaat het niet om vandaag. Daar gaat het niet om, nee. Ook daar hadden we weer broers, familieleden bij elkaar. In de 73... hebben we daar Jeroen Kassen. Precies. Ik had weer een monsterlijke golden score partij. Net als een paar weken geleden in Antalya. Ik heb het opgeschreven. Ruim 7,5 minuut golden score. Ja, dan toch net verliezen. Ja, met een Derechido volgens mij. Als ik het goed heb onthouden. Dan wel opgeschreven. In dit geval heb ik het opgeschreven. Dus die gaat er dan na 9,5, ruim 9,5 minuut bikkelen. Netto gaat hij eraf. Ja, zonde. Maar ja, hij klopt op de deur. Ja. En, zijn broer had ook wel golden score partijen. Ja, alleen maar volgens mij. Nee, eentje niet. De eerste ronde niet, toen stonden ze tegelijkertijd op de mat. Ja. En toen won Matthias nog wel in de normale wedstrijdtijd. Maar ja, verder was het alleen maar golden score, geloof ik. Ja, alleen maar golden score partijen, tot in de finale. Ja, het leek er een beetje op in de finale, maar ik weet niet of het waar is. Dat hem dat uiteindelijk ook genekt heeft. Genekt heeft, ja. Dat hij zoveel in de overtime is geweest. En want in de finale kreeg hij uiteindelijk in de golden score kreeg hij gewoon een punt tegen. Volgens mij was het Vasari, maar goed, dat maakt niet uit. In de golden score een score is een score. En daardoor werd hij tweede. Prachtig resultaat, maar zwaar gefrustreerd. En de coach op de stoel met de kale kop. Die kan ook niet goed tegen ze verliezen. Zonder baard. Ja, die had ze geschoren. Ja, dat klopt. Zonder baard. Mark van der Ham zonder baard. Ik heb het gezien. En had hij ook al voorzichtig gedeeld op sociale media volgens mij. Maar had zijn baard niet meer op. Die kan niet zo goed tegen zijn verlies. En dat is terecht natuurlijk. Want eigenlijk kan niemand dat. Tenminste, als je een wedstrijdsport of een topsport doet, kan je niet tegen verlies. Wil je gewoon winnen.
En dus hij kreeg dat punt tegen in de overtime. Dat was jammer. Maar die klasse was sowieso al mooi. Want Suchi, die... Ook alleen maar wonderscore. Ja, ook alleen maar. Maar ja, die zaten natuurlijk in hetzelfde gewicht. Hè? Matthias Kast en Sami Suchi. Ja, in hetzelfde blok. Dus tot 81. Elkaar de kwartfinale tegen. Ja. En dan zie je toch... Want ik had ze eigenlijk nooit bewust tegen elkaar zien judo. Ik heb nu wat beter zitten kijken. Dat Matthias Kassen toch de overhand heeft in die partij. Ze kunnen elkaar niet werpen. Maar het is wel zo dat Matthias constant... gevaarlijk is. Ja, is constant gevaarlijk. En nee, goed, dat blijkt dan ook wel. Want die partij die ging volgens mij ook met... Ging hij er op straf af? Drie straffen. Ja. Suchi kreeg 3 straffen. Dus ja, weet je wel, dan, als dat gebeurt, over het algemeen kom je er niet aan. Of je moet pech hebben, maar in dit geval kwam hij er gewoon niet echt aan. En was Matthias gewoon constant de bovenliggende partij. Vond ik trouwens vond ik in de finale ook. Daar was hij ook gevaarlijker. Hij maakt grote aanvallen steeds. Precies. En hij krijgt gewoon een uchimata tegen. En bam, is gevaren zitten in kleine hoekjes wat dat betreft. Suchi wordt uiteindelijk 7e. Die verliest van Parlati in de herkansing. Ja. Die Italiaan die uiteindelijk nog brons wint. Ja, met een mooi punt trouwens. Het was ook een golden score, maar dat was ook een serieuze knal weer die uitdeelt. En dat vind ik een jongen die min 81 jongens zijn van die geblokte gasten allemaal. En die Parlati is een beetje zo'n. Ziet er een beetje uit als een lange slungel. Dat is het absoluut niet, maar als je hem op de mat ziet staan, heeft hij dat wel. En die gasten kunnen eigenlijk niet bij hem komen. Dus nou ja, hij moet ook toch gewoon weer Louis sterk zijn. Dat kan niet anders. Dat zijn die jongens natuurlijk allemaal. In die 73 klasse was dat volgens mij. Werd die Kosovaar. Ja. Akil. Djakova? Djakova, ja. Die werd kampioen. En de dag ervoor had zijn zus. Ja, brons tot 57. Ja, tot 57. Ja, en ik heb Hans even gevraagd van hoe dat nou precies zit. Want normaal is het volgens mij zo dat die zus altijd de grotere prijzen pakt. Ja, dat is een leuk verhaal voor die Kosovaren. Nu dus eindelijk de broer die dan succesvol is, die eindelijk goud pakt. Ja, ik moet zeggen, Djakova en EK's, dat is niet bepaald fun. Want als je naar die resultaten kijkt, dan is die een paar keer 9e geworden, een paar keer 17e. Kortom, die haalt normaal gesproken de eerste 8 niet. Terwijl Djakova is echt wel een goede doka. Hij heeft ook gewoon IGF World Tours gewonnen. Maar op de EK's lukt het gewoon niet. Ja, en vandaag vallen dan alle kwartjes goed. Dus hij versloeg dan in de eerste ronde Levin, dat is een Israëlier. Dan Anthony Zing, Moussa Moguskov, ook zo'n hele ervaren jongen waar je over kan struikelen. En daarna tegen de talentvolle Niels Stump in de halve finale. En dan de finale Toha Bubul, een andere Israëlier. Ja, kan je dan een gouden medaille halen op de Spelen? Nou, ik verwacht eigenlijk niet. Ten eerste is hij al min of meer gereserveerd voor Onno. Ik zie hem nog niet zo gauw op de Spelen vlammen. Ik vond het niet een heel sterk toernooi, toernooi tot 73 in Lissabon. Ja, en Djakova, ja, zijn zus Nora Djakova, die heeft al een keer de Europese titel gehad in 2018. Ja, ik vind eigenlijk dat ze hem dit jaar ook had moeten pakken. Is toch een beetje gefopt door Thelma Montero. We hadden het net al over dat die Montero toch in ieder geval een hele sterke halve finale had tegen Djakova. En op het laatst verliest de Kosovaarse. Dus ja, leuk dat dit voor Kosovo wel goed uitpakt bij de heren. Hè, want het gaat toch een beetje om de dames bij die meiden uit Kosovo. Dus in ieder geval broer en zus die toch wel gelukkig kunnen zijn met goud in de familie. Ja, dan de meiden. De dames, ja. Ja, in de min 63 en min 70 vandaag. 4 Nederlandse meiden op de mat. We hebben Jules al besproken. Jules moet lekker proberen zichzelf weer bij elkaar te rapen, hard te trainen en weer lekker doorbouwen naar de Spelen, want die mag daar toch naartoe. En daar piek je dan weer naar een mooie dag. Ja, precies. En misschien piek gaat ze ook nog wel naar het wereldkampioenschap. Dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Maar ik weet ook niet. Nee, goed. Dat is voor later. Sanne Vermeer. Sterk gejudo'd. Nou, heel goed. Fysiek sterk. Staat goed.
Ja, en pak gewoon lekker een plak. Ze redt het dan. En ze verliest van die Terstenjak in de halve finale. De Olympisch kampioen. Ja, maar het draait ook een goede pot tegen. Ja, maar het zijn een beetje hetzelfde soort judoka's. Ja. Het is een beetje fysiek tegen fysiek. En die Sanne komt dan eigenlijk nog een beetje tekort. Ja. Maar ik denk als ze daar energie in stopt en dat beter bestudeert hoe ze dat kan nog beter bestudeert hoe ze dat kan bestrijden samen met de coach. Garmt volgens mij zat op de stoel, is goed gezien. Ja, klopt. En dan kan ze die er ook afgaan. Het is in ieder geval voor, kijk, Jules zal waarschijnlijk stoppen na de Spelen. Dan heb je in dat gewicht gewoon echt gewoon absolute wereldtopper straks weer staan. Want als die doorgroeit, die Sanne Vermeer, dan... Ja, dan is ze er nu al mee met de wereldtop. Nee, maar ik bedoel... Ze blijft meedoen. Ze blijft gewoon meedoen. Ja. Weet je wel, je doet als land geen stap terug in dat gewicht. En dat soms als judoka's stoppen en er zit er wel wat achter, maar dat moet dan nog zo groeien dat het nog niet meedoet. Maar Sanne doet gewoon al helemaal mee, dus dat is fantastisch. En omdat ze zo op Terstenjak lijkt, kan ze ook nog wel eens van waarde zijn voor... Gilles in de voorbereiding naar de Spelen. Ja. Want ik weet, volgens mij is het in diezelfde docu van Ene Post geweest, ja, dat ze naar de Spelen van Londen toe, ja, dat ze Guusje Steenhuis binnengehaald hebben toen in Rotterdam. En omdat hij een soort van hetzelfde judo'de als de Kos. Ja. Dat hij elke keer tegen Ene moest judo'en. Ja. Om het gevoel te krijgen hoe dat was tegen de Kos. Ja, dat is slim. Ja. Nee, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik ben sowieso benieuwd hoe dat... Dat moeten we nog aan het einde van het toernooi nog even vragen aan Pascal Bakker. Hoe het zit met reserves meenemen naar de Spelen. Want ja, normaal zijn dat supporters buiten het dorp. En met het oog op de regels die er gelden voor de Olympische Spelen, zou dat nog wel eens een gek dingetje kunnen worden. Misschien mag het wel helemaal niet dit keer. Ja, maar misschien mag je nu wel extra poppetjes meenemen van je mixteam. Ja, dat je daardoor... Die je in het dorp hebt gewoon. Ja, ja, dat zou kunnen. Dat je bijvoorbeeld in de 70 in je mixteam zowel Kim Polling als Sanne van Dijk in mag schrijven. En dat ze daardoor allebei in het dorp zouden kunnen zitten. Ja, en dat je die voor het mixteam in de 70 hebt staan en dat een van de twee die draait het individueel. En de andere is mee als warming-up en sparringspartner. Ja, en voor het mixteam om eventueel erin te staan. Ja, dat zou kunnen. Nou, dan moeten we opschrijven, moeten we aan Pascal vragen. Ik schrijf het gelijk op. Mixteams. Ja, extra judoka's. Ja, dat vooral. Hoe gaat dat? Want het gebeurt altijd dat er... Ja, 4 jaar geleden was Gilles Fransen erbij voor Annika van Emden. Ja, maar het is ook in andere sporten geweest. Een extra keeper of zo die niet... Ja, in het hockeyploeg, ja. Ja, dat soort dingen allemaal. Dat gebeurde meer. En ik denk dat dat lastig is nu. Maar dat vraag me Pascal. Komt later. 63. Eigenlijk hoeven we het daar verder niet meer over te hebben. De 70 is het volgende verhaal. In de 70 de eerste battle. Morgen hebben we er nog twee. De eerste battle tussen Sanne van Dijken en Kim Polling. Als je puur kijkt naar vandaag. Ja? Dan zeg je Sanne kampioen. Polling 5e. Ja. Nou, dat is beslist. Ja, en Polling moeten we nog wel even vermelden. Polling blesseert zich aan de elleboog. In de kwartfinale. In de kwartfinale, ja. Dat is, je kan het terugzien op haar Instagram-account. Want dat deelt ze het moment waar het gebeurt ook. Ja. En je doet gewoon niet omdat ze de boel niet verder wil beschadigen. Maar ze heeft... De halve finale doet ze natuurlijk nog wel tegen Pinault. Ja, en misschien heeft die elleboog wel haar daar ook al dwars gezeten. Dat ze die pot daardoor niet kan winnen. Want ik vond haar in de halve finale anders judoën dan in de wedstrijden ervoor. Ik heb nog toen we zaten te kijken, heb ik het nog tegen jou gezegd. Ik mis de power die ze in de eerste partijen had. Want in de eerste partijen stond ze echt gewoon te beuken op zijn Pollings. Levensgevaarlijk, maar ook word je dan bijna gegooid. Dus een beetje alles of niet potje wordt het dan bijna bij haar. Maar dat is wel haar stijl van judo. En dat zag ik niet in de... Laat ik het anders zeggen, zag ik minder in de kwartfinale. In de halffinale. In de halffinale, ja. Dus ik denk dat zij toch daar al... Belemmerd werd door elleboog. Ja, dat zou heel goed kunnen. En ja, dan judo je niet en word je 5e en je concurrent wordt kampioen. Als we puur kijken naar tegen wie ze gejudo'd hebben, dan judo is allebei tegen Pinault en de een wint en de ander verliest. En verder heeft Kim sterkere tegenstanders in de handen gehad op dit toernooi dan... Ja, want die Timo waar ze uiteindelijk geblesseerd tegen raakt, dat is ook zo'n meisje uit de top 15 van de wereld. Ja. En omdat die andere Française, die Marie-Yves Cailly, in de eerste ronde zich laat verrassen, krijgt Sanne van Dijken
Nee, haar geen... niet tegen. Nee, komt nee. Er niet tegen, die zat aan dezelfde kant in het schema. Ja, anders hadden ze elkaar in de halve finale getroffen. Ja. En Polaris, die Oostenrijkse, verliest ook in de eerste ronde al. Ja. En Sander Blokje, dus ja, Sander heeft wat dat betreft... Nou, geluk is een groot woord, maar... Nee, is geen geluk. De mensen die hoger zijn op de wereldranglijst, die verloren vroeg aan de kant van ja. Sanne. Maar goed, dat weet je, mensen die er niet zijn, daar hoef kan je niet van. Ja, daar kan je niet van verliezen en daar hoef je ook niet van te winnen. Je moet alleen de mensen omgooien die je tegenkomt. En dat heeft ze fantastisch gedaan vandaag. Dus wat dat betreft is dat voor haar een pre. Sterker nog, ze is Europees kampioen. Het is een pre voor haar. Het maakt de Jurebond waarschijnlijk lastig. Er verandert niks in de situatie als we puur kijken naar de cijfers waar we het al eerder over gehad hebben. Want procentueel gezien staat Kim Polling er nog steeds beter voor dan Sanne. Ze is een beetje ingelopen, maar dat ja, is minimaal. Het is nu, ik heb hem opnieuw ingevoerd in mijn systeempje. Ja. Polling had voor dit weekend van 73% van die meiden gewonnen. Ja. En nu van 71%. Ja. En Sanne voor dit weekend van 41% ja. En nu van 43%. Ja, dan zitten daar ook wel de onderlinge potjes tussen, waar ja. Het 5-1 is voor Polling. Als ik die eruit haal, wordt het 48-68%. Ja, nou, dan is het. Kijk, als we het hebben over judo tegen de top van de wereld, doet Kim Polling gewoon de afgelopen jaren beter. Ze heeft fysiek minder potten gejudo'd, maar dat is het blessureverhaal. En laten we hopen dat die elleboog niet roet in het eten gooit. Want dat kan, hè? Dat je, ja, dat kan. Want dat is ook nog wel een vraagteken. Van ja, als het echt zware blessure is. Ja. Ja, als het niet duidelijk is of ze wedstrijd fit kan zijn om te spelen. Kan dat ook natuurlijk wel eens van invloed zijn op de keuze. Op de keuze, ja. Nou ja, goed. Weet je wat? De keuze is aan de JBN straks. En misschien is het verrassend. En ik heb vrede. Ik heb met beide vrede als ze gaan. Want ze hebben allebei kansen op medailles. Dus, ja. Maar als we naar de cijfers kijken, verandert niet te veel. Ik heb nog wel even Hans even gelastigd. Ik heb ook Hans daar nog even mee lastig gevallen. Want die wilde natuurlijk ze gelijk halen. Want die zei in de vorige podcast van ja, die van Dijken die. Ja, die heeft de beste kansen op een medaille ja. Op de Olympische Spelen. Dus ik ben benieuwd wat hij daar nu van vindt. Ja, gebeurt het dus toch voor Sanne van Dijken. Ze deed het al een keer in 2017, was al Europees kampioen. Nu pakt ze weer de titel. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de laatste 5 jaar, de laatste 5 EK's van Sanne van Dijken. Eerste, oké, keer 7e. Tweede, nu weer in die finale. En nu winnen van Margot Pinault, die dus al 2 keer haar verslagen heeft. Tenminste, op EK's. Ja, maar nu wint ze er wel van en Polling verliest ervan. Ja, dan vind ik wel dat je een punt zet, een hele dikke punt. En bovendien, je bent heel consistent op al die EK's. WK's heeft ze wel eens laten lopen, maar op dat moment Polling ook. Ik bedoel, kijk naar de resultaten van Polling in deze Olympische cyclus. Ja, ze komt er wel aan, dat zien we allemaal. En het is een sterke judoka, maar mensen kijken dan toch naar de historische resultaten. Ja, daar gaat het nu niet om. Het gaat er gewoon om, wie kan de beste medaille halen bij de Spelen. Ja, ik denk dat Van Dijken continu laat zien dat ze zeer consistent is. Dus daar ga je, met een wat meer zekerheid naartoe voor een medaille. Wie kan er goud pakken? Ja, dat zou Polling kunnen pakken op een gekke dag. Maar ja, die kans is echt niet zo groot. Dan moet echt alles kloppen. En tot nu toe laten ze zich telkens wel de kaas van het brood eten. En ik vind het gewoon niet consistent genoeg. Dus ik neem aan dat Sanne van Dijk hier een heel groot punt heeft gezet. En gemaakt naar de beslissers, de commissie van de Judebond Nederland. En wat mij betreft, laat haar maar gaan. Oké, Hans. We zullen het zien. Wie uiteindelijk naar de Spelen gaat. Ja, gelukkig gaan wij er niet over. Nee, dat is maar goed ook. Kunnen ze ons ook niet schuld geven straks. En ik neem een verlies met liefde straks. Dat vind ik geen enkel probleem. Kort nog in de min 70. Doordat Cahier in de eerste ronde verliest en Pinault tweede wordt, is dat beslist, denk ik. Ja, en dat was het eigenlijk. Ik heb daar die cijfers ook even ja, nerd, kom maar door. Dat was het eigenlijk ook al. Ja? Ja, gaat daar ook. Cahier wint daar 50% van de potjes tegen de toppers. En Pinault
69. Ja, nou ja, goed. Het is net zoiets als in. Het verschil is net zo groot als in Nederland. Met het enige verschil dat Kim Polling nu niet presteert. Of tenminste, vijfde en wordt doordat ze geblesseerd afhaakt. En Sanne kampioen wordt. Ja. Maar goed, genoeg erover. Dat is voor later. Morgen, de zondag. We moeten de podcast niet al te lang maken, want dan kan je hem niet luisteren voordat je morgen naar het judo gaat zitten kijken. En hij wordt al lang, want ik kijk op het klokje, gaat niet goed. Komt-ie. Min 90, min 100 komen gasten op de mat voor ons en voor België. Gewoon lekker, denk ik, proberen zo ver mogelijk te komen. Maar staat volgens mij nergens druk op, behalve bij Nicky de Voorhoff, of die nog punten moet halen. Ja, dat is hij nog niet helemaal zeker. Nee, maar die is ook al zo ver dat waarschijnlijk ook al klaar is. Dan gaan we het even kort even hebben over die battles. Eerst doen we de 78, min 78. Marinde Verkerk, Guusje Steenhuis. Hebben we het over gehad, wie er waarschijnlijk al naar de Spelen gaat. Maar ze komen elkaar al heel vroeg tegen. Ja, in de kwartfinale. Ze zijn allebei de eerste ronde vrij. Ja. Als ze een eerste wedstrijdje winnen allebei, ja, dan staan ze tegen elkaar in de kwartfinale. Ja, dat betekent 11 uur beginnen de voorrondes morgen. Je moet gewoon om 11 uur gaan kijken. Maar als je iets later wil inschakelen, moet je niet na 12 uur inschakelen. Want dan zijn die potten waarschijnlijk al geweest. En heb je die battle gemist. En datzelfde geldt volgens mij voor die plus 100 ook. Ja, Henk Grol, Roy Meijer. Ja, ze zijn ook eerste ronde vrij. Als ze het eerste potje winnen, staan ze tegen elkaar. En dat is voor het eerst. Die hebben nog nooit tegen elkaar gestaan. Dat zal een gevecht worden. Ja, dat gaat niet zachtjes, denk ik. Nee, ik denk dat hard gaat. Die Guusje en Marinde hebben bij elkaar bij de korte giro. Dat zal ook pittig gaan, maar die hebben een soort van vriendschap nog met elkaar. Ja, en die hebben we natuurlijk ook al vaker tegen elkaar gestaan. Ja, maar los ervan, Meijer en Grol zijn niet, complete tegenpolen. Die hebben ook helemaal niks met elkaar. Dus dat wordt echt dat. Ik hoop dat ze allebei het eerste rondje doorkomen. Dat ze tegen elkaar komen. Dat wil iedereen. En dan gaan we het zien. Het zal me ook niks verbazen als dat zo'n slooppartij wordt. Dat ze daarna allebei het rondje daarna niks meer kunnen. Dat ze klaar zijn. Dat klaar is. Ja, nou ja, goed. We gaan het zien. Het bleef een mooi. Ja, ik geen idee of ik ben heel beleefd soms. Maar het belooft morgen een mooie judodag weer te worden. Wij gaan er weer naar kijken. Ik moet tussendoor nog even gauw een hockeypotje regisseren in Den Bosch. Maar ik ben sowieso voor het finale blok weer terug. Dus jij gaat die battles ga je niet kunnen zien in de voorrondes? Jawel, want ik zit al om. Moet ik even goed nadenken. Die pot is vroeg. Ik denk, het moet snel gaan. Want anders moet ik ergens op een scherm in mijn regiewagen. Moet ik de stream nog erbij zetten? Maar dat ga ik niet zeggen tegen de opdrachtgever. Dat ga ik niet doen hoor. Ik kijk het wel terug. Maar ik ben voor de finales ben ik weer terug. En dan maken we er morgen nog eentje. En dan hopen we ook dat we dan Pascal Bakker nog even kunnen bellen om een recap van het hele weekend. Ja, een recap van het hele weekend even te vragen. En de vraagjes die we hebben om die even beantwoord te krijgen. Iedereen bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen weer. Tot ziens.